Zo, goedemorgen iedereen. Goed geslapen, hè, Sol, of niet? Ik heb redelijk geslapen. Ja? Jij hebt niet gesnurkt, dus. Oh, nou, heel fijn. Ja, heel fijn. Ja, lekker man. Ja, nou, in ieder geval, ja, we hebben gewoon een simpel ontbijtje. Het is echt de kleinste ontbijttafel ooit, maar. Ja, ik wil net zeggen. Misschien kunnen ze het wat uitbreiden nog, maar. Ja, nou, we gaan vandaag leuke dingen doen. We gaan twee pretparken bezoeken. Ja, dat wordt een lange dag, hè? Zeker, zeker. Maar dan gewoon wat een leuke dag. Een leuke dag. Ja, Hessel, daar gaan we weer. 2024. Ja, tijd om nieuwe parken te bezoeken. Let's go! Hey, ga je mee? Die twee gaan weer op reis. Een nieuwe leuke trip naar pretpark paradijs. Dus ga er goed voor zitten en reis je met ons mee. Nu gaan wij dus naar Polen, dit keer niet over zee. Ja, Hessel, jij wordt toch altijd zo zeeziek? Nou, dat valt wel mee. Maar zolang ik jou niet zie, dan komt het helemaal goed. Vincent en Hessel, die gaan dus weer op pad. Een nieuwe leuke trip, nog steeds de achtbanen niet zat. Dus ga er goed voor zitten en reis je met ons mee. We gaan ook nog langs Oostenrijk, dit keer niet over zee. Kun je het een beetje zien, Vincent? Nou, ik zie, het enige wat ik zie is dat het weer rot weer is in Oberhausen. Oh, een andere nu? Lungau. Ja, Lungau. Ook regen. Nou, verrassend. Maar het wordt vandaag droog, hebben we gezien, hè? Ja, dat wordt Ja. het wel gelukkig. Ja. Mag ook wel een keer. Beter, beter. Ik zie nou veel meer. Wanneer je moeder vroeger zei niet te dicht bij de tv zitten, hè? Vincent nu. Ja, in dit programma hebben ze ook zeg maar een vlieg in de bomen laten gaan. Heel toevallig. Nou ja, de vlieg is terecht, je drone is terecht. We kunnen gelukkig lekker verder gaan nu met Ja, deze trip. toch? Op naar het volgende parkje. Yes, we gaan nou alles ingepakt en let's go. Zo. Nou, we hebben netjes afgewassen, netjes achtergelaten. En ik ben benieuwd naar het volgende appartementje. Ja, en dat wordt in Polen. We gaan nu voor het eerst. Naar Vandaag is de Polen, ja. dag dat wij naar Polen gaan. Bijzonder. Ja, heel tof. Ja, het zal waarschijnlijk niet heel bijzonder. Nou ja, kijk, we kunnen weer een nieuw land afvinken. Ja. Dat moet je eigenlijk zien. Dus ja, we zien top. Dan gaan we lekker rijden. Yes. Ja, zo zijn we onderweg naar het eerste park. Karls Erlebnisdorf Elstal. Ja, Ja, stimmt, zeker. Ja, het is stimmt. even een mond vol. Ja, dat was te merken. Ja, en we doen in ieder geval een samenwerking met dat park, wat we ook met Ja. meerdere parken doen. Ja. En ze weten dat we komen. We hebben netjes contact ook met hun gehad. En ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Het is nu wel het kleine park, omdat we twee parken op één dag doen. Ja, En ik denk dat precies. Maaierland wel echt het kleinste is. Dat we daar misschien binnen een uur zelfs klaar zijn. Dat durf ik wel Ja, te toch? zeggen. Dat een reviewtje wordt van misschien 8 of maximaal 10 minuten. Ja, Maar toch, het is leuk om zo'n park even te bezoeken. En het is een Plopsa-park ook. Ja, daarom. Dus ik heb er ook best wel zin in. Er staat ook best wel wat unieks. Want ja, het is eigenlijk, je kunt het een beetje vergelijken met Plopsa in de Coevorden en Ja. Hasselt. Ja. Maar hun hebben zeg maar een heel buitengebied met onder andere een houten achtbaan. Ja, en die kan je een beetje vergelijken met Heidi the Ride. Ja, eigenlijk Ja. Heidi the Ride, maar Ja. dan gespiegeld. En dan in een horrorsausje. Ja. Met weerwolf of zo, zoiets. Ja, hij heet ook Werewolf. Werewolf, ja. Dus het is hier een beetje spooky. En ook het station ziet er echt heel vet uit. Ook wel Ja. een beetje grimmig. Een beetje eng ook wel. Maar we gaan eerst even lekker naar de aardbeienboerderij. We gaan naar de aardbeienboerderij, Ja, want ja. dat is Karls Erlebnisdorf. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen aardbeienboerderij met, ja, wat is uitgebreid met experiences en attracties. Oké. Dus eigenlijk, ja, het begint weer klein en het wordt weer groter. Ja, zoals Ja, toch? elk park eigenlijk begint, hè? Echte. Nou, we zien je zo meteen. We hebben hier dan een echt mega ingang gewoon. Echt heel tof. Jeetje, mina zeg. Ja, het is echt wel heel groot allemaal. Ja, er is ook een groot vliegtuig daarachter zelfs. Ja? Ja, bij die hangar daar. Oh, wauw. Het ziet er echt heel gaaf uit dit, zeg. Jeetje, mina. Willekommen staat er ook. Karls, 1911. Oh ja, kijk dat zo. Dat ziet er wel goed uit, hè? Dat is wel tof, zeg. Ja, het was ongeveer een 55 minuten rijden. We moesten een beetje omrijden ook, want een weg was afgesloten. Ja. Maar dat gebeurt wel eens, hè? Ja, dit is, ja, maar er is plek daar, maar het is helemaal onder water. Oh jeetje! Ja, Ja, nou, dan we moeten zoeken wel even plekje. een ander plekje zoeken. Nou, moet je kijken hoe uniek dit is gedaan. Twee attracties aan elkaar. Ja, dit is echt. Wauw. En die hele hal ziet er ook fantastisch uit. Nou, we zijn nu alweer ja, een paar uurtjes in het park. Het is echt fantastisch. Het is echt super. Aangekleed en wel. Alles klopt hier. Alles. Ja,
is dan weer een ander themagebied. Met ook weer een eigen mascotte voor dit gebied dan weer. Een soort aardbeikikker, geloof ik. Alleen al wat ik heb aan magneten en beeldjes. Echt superveel wat je hebt hier. Ook gewoon onderhoud in het station plegen. Dat is fantastisch, toch? Nou, we gaan even een ritje maken hier in deze oldtimers. Al gelijk de langste wachtrij van het hele park vandaag. Nou, ik vind deze teaming wel een beetje uitgemolken, vind je niet? Uitgemolken grap wel. Ja, echt ijs. Echt ijs. Ongelooflijk. Ja, wordt dit ook een ijsreview? Of, ja. Nou, dit is oprecht, het is echt fris. Ik ben blij dat we die poncho aan hebben. Ja, och man. Mijn armen, dat voel je wel hoor. Maar heel vet. Zo mooi. Zo mooi. Ja, het is min 8 hier zo. Wat je allemaal ziet, joh, het is fantastisch. Wauw. Kijk je ogen uit hier. Is er nog een ijsglijbaan? Nog een ijsglijbaan, ja? Volgens mij... Ik weet het niet. Ja, zo! Dat gaat hard. Zo, en alles weer ingeladen. Alle merchandise die we hebben gehaald vandaag. Paste maar net. Zijn er echt heel veel, hè? Iets te veel, ja. Ja, en nou hebben we een lange zit, want we slaan helaas een pretpark over. Omdat dit... Ja, we hebben lekker veel tijd besteed aan dit park. Ja, we hebben iets meer tijd besteed hier dan ik zelf had verwacht. Ik dacht, misschien kunnen we dit park in 2 uur doen. Misschien 3 uur. En dan kunnen we daarna doorrijden naar Plopsa, of naar Mayaland Kaunati. Maar dat is dus 2 uur rijden. Alleen het is nu 3 uur. Als we daar zijn, zijn ze net dicht. Ja, en het punt is ook dat het nu dan bijna 6 uur rijden is naar de volgende locatie. 5 uur en 20 minuten. Misschien heb ik het een beetje te krap gedaan. Misschien... Maar ja, daar kom je later achter. Nou, het mooiste is, we gaan weer even shots maken met de drone. En dit keer geen boomrakers, vliegt. Hou je vol. Nou, terwijl Hessel even met zijn drone bezig is, ga ik even een stukje wandelen. Even een stukje babbelen, hoort erbij. Ja, we boffen echt met het weer. Het is ongeveer een graad of 24, geloof ik. En dan zaten we net bij die ijssculpturen, min 8. Dus echt een verschil van bijna 30 graden. Ja, maar dat was wel weer een ervaring. Ik bedoel, waar nou zie je een pretpark met ineens van die ijssculpturen? Dat is toch fantastisch? Allemaal van dat soort gekke dingen. Ik heb altijd het gevoel dat het in Duitsland afspeelt. Van die unieke attracties, unieke aankleding. Maar dit was wel echt een park specifiek gethematiseerd naar boerderij setting eigenlijk. Met aardbeidjes, over aardbeien. Het maakt niet uit of je een slak hebt of een rups. Of een teddybeer of een kikker. Alles kan gewoon in aardbeistel. En dan die enorme souvenirlijn. Het was echt... Je wilt het allemaal kopen, maar dat hebben we ook gedaan. Ja, ik moet ook weer een stukje teruglopen natuurlijk, hè. Hoort erbij. Hessel, lukt het allemaal? Ja, zeker. Ja, het is ook heel gaaf om wederom weer van een ander perspectief alles te zien. Het hele park ligt er schitterend bij. Ik ben benieuwd hoe dat van de bovenkant eruit ziet. Maar... ontzettend genoten. Ik mis misschien wel, als ik kritisch ben, een waterattractie voor dit park. Ik heb ook even gekeken op de andere plattegrondjes van de andere vestigingen die dit park heeft. En daar hadden ze ook niet echt waterattracties. Dat is jammer. Misschien is het park of de eigenaar geen fan van waterattracties. Maar ja, met dagen met dit weer, dan mis je misschien wel een boomstammetjesrivier of een rapid. Of misschien wel iets met een boottocht of een indoor attractie. Een dark ride, die misten ze ook wel een beetje in het park. Want met de aankleding die ze kunnen maken of die ze al laten zien, hoe prachtig het eruit ziet met animatronics, met mooie aangeklede wachtrijen, is dit zeker een prachtig aangekleed, gethematiseerd pretpark. En als ze een dark ride maken, top. Daar is onze vriend weer. Nou, dit ging helemaal goed. Geen bomen geraakt. Geen bomen. Top man. Ja, er zitten mooie beelden tussen. Heb ik weer wat te doen en te bekijken dadelijk in de auto. Precies, dat bedoel ik. Doe jij ook eens een keer wat. Hey! Ja, na die mooie dronebeelden zijn we aangekomen bij... Berlijn. Berlijn, ja. Ik had dat niet verwacht, maar ik zie ineens een bordje waarop staat welkom in Berlijn. En we zijn ineens in Berlijn. Ja, je ziet die hoge toren van 400 meter zijn. Ja, ik weet niet precies hoe hoog, maar het is in ieder geval de Fancy Tour. Een hele grote televisietoren met een draaiend restaurant bovenin. Oh. Dus ja, dat is wel grappig. Dat we er toch nog komen. Ja. Zal het druk worden dan dadelijk, of niet? Ach, geen idee. Ik hoop niet dat we er lang doorheen rijden. Nee. Nou, in ieder geval nog... 5 uur te gaan en 10 minuutjes. Hey Hessel, ik vind het wel jammer dat we niet naar Mayaland gaan. Ja, we kunnen er nog niet rijden, maar dan sta je gewoon dicht te doen. Ja, dat is wel zo. Ja, je wilt ook niet voor dichte poort staan, dat is ook zonde. Nee. Ja, maar ja, we hebben het gewoon te leuk gehad
te leuk. Dus ja. Daarom hebben we er zo lang over gedaan. Ja. Ja. Weet je, reden om weer terug te komen. Ja, dat wel. Maar het leuke is dat we wel voor het eerst naar Polen gaan. Ik weet nog niet wanneer we over de grens gaan, maar... Over 100 kilometer. 100 kilometer, nou dat duurt nog eventjes. We kunnen wel afvinken dat we in ieder geval Polen hebben bezocht. Toch? Ja, dat, in een nieuw land op de kaart. Nieuw land op de kaart, kan weer afgeschreven worden, ja. Ja, Meierland was eigenlijk niks meer dan een soort indoor, Plopsa Indoor natuurlijk. Ja, het is een beetje een Plopsa Indoor Plus eigenlijk. Ja, dat eigenlijk. Want het heeft alles wat Plopsa Indoor Koevorden heeft, maar het buitengebied maakte het wel wat interessant. Ja, met zo'n grote splash battle, met een wat grotere oude achtbaan. En volgens mij hadden ze ook zo'n disco coaster. Ja, klopt. En, volgens mij van die, zoals Pixarus en van de Toverland. Oh, dat is ook wel leuk. Ze hadden wel wat meer, maar... En ze hebben genoeg uitbreidingsmogelijkheden, want dat weet ik toevallig. Want mijn collega van het werk, die heeft daaraan gewerkt aan attracties. En ik zag wel achter de schermenfoto's, zag er toen al fantastisch uit. Ja. Vooral toen ze werkte aan de Splash Battle. Ze hebben een station gemaakt voor de Weerwolf. Ja, fantastisch om te zien. Helaas kan ik hun werk niet beoordelen, maar op foto's wel. Ja, weet je. Dat scheelt. We gaan er vast wel een keertje heen. Ja, zeker. Ja, maar Hesse, je had nog een ideetje, toch? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk onder Berlijn heb je Tropical Islands. Dat gigantische waterpark waar wij toe geweest zijn. Ja, ze hebben vernieuwingen, nieuwe glijbanen. Klopt. En ik weet niet of ze echt uitgebreid zijn aan de buitenkant. Maar vooral indoor hebben ze dingetjes aangepast. Ja, klopt. En we vonden het allebei echt fantastisch om daar te zijn. Oh, we hebben de hele dag gelopen daar. Het was echt, kijk zeker de review, want dat was echt de moeite waard. Fantastisch park. En ik zei al van, in principe als je dan toch hier in de buurt van Berlijn bent, misschien dat we dan, als we ooit terugkomen, zeggen dat we dan even heen en weer naar Meierland rijden. Dat is wel een goeie, ja. Want je zit vlakbij de grens. Ja, het is echt helemaal het oosten natuurlijk. Ja, het is over de grens is het geloof. Vanaf Berlijn is het een uur nog, geloof ik. De verleiding is groot. En dan kunnen we alsnog, en wie weet, in die tussentijd heeft Meierland misschien alweer een uitbreiding. Je weet het niet, dus dat vind ik een goed idee. Ja, daarom. Het is iets om te onthouden. Ja, lekker zwemmen en daarna nog even een nieuw parkje. Precies. Ja, Tank hoort er ook bij. En je wordt goed verleid, want hier zie je ook lekker zo'n malse burger terwijl je staat te wachten ook. Je moet wat, hè? Echt, hè? Kijk! En nu officieel in Polen. Nou, ik dacht dat het zonnetje altijd scheen in Polen. Ondanks dat ik er nog nooit ben geweest. Ik heb geen commentaar hierop. Geen commentaar. Nou, we gaan wel dadelijk lekker eten. En Vietnamees. Ja, mag, want ik heb echt... Echt honger. Ja. Ik kan wel paard op. Nou, beter. Ja, het is inmiddels al hoe laat eigenlijk? Bijna 6:30. 6:30, ja. Dan wordt het tijd om te eten. Daarom. 12 minuutjes. En daar zou het moeten zijn, dat restaurantje. Nou, het is inmiddels wel iets minder gaan regenen al. Maar ziet er gezellig uit, ja. Leuk, hè? Oké, apart. Nou, als het goed is heb ik een soort van beef. Met een soort salade of zo. En jij hebt ook iets met kip of zo. Kip is natuurlijk saus met groentes. Lekker, lekker. Ja. Ben benieuwd. Ik heb best lekker gegeten. Hè? Ik vond het wel prima. Ja. Zoals ik vond het een beetje, niet een loesje tent, maar een beetje een aparte zaak. Ja, het was allemaal, nou ook de mensen die er waren. Niemand sprak echt Engels. Er was een hele fijne man die zeg maar wel ons hielp. Super tof. Alleen het bestellen was een beetje wat lastiger, maar het lukte wel. Uiteindelijk roken ook nog wat mensen daar die in de zweet en alcohol stonken. Ja, tot nu toe de vooroordelen over Polen zijn tot nu toe nog een beetje waar. Ja, ze kunnen namelijk ook niet rijden. Ik ben al 2 keer afgesneden. 2 keer dat ze gingen seinen en hier snijdt weer eentje af. Ja, het is echt, het is best wel even wennen, denk ik. Het is echt wel heel erg wennen. Ja. Dus ja, we gaan het allemaal wel zien en meemaken. Het is tot nu toe nog niet mijn favoriete land, maar misschien komt er wel verandering in. Wie weet. Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, we zijn hier net 2 uurtjes. Ja, we mogen eigenlijk van, zeg maar, niet zeggen. Van 1,5 uur op de snelweg. Ja, daarom. Ja, zeker. Nou, we zijn er in ongeveer 2 uur rijden en dan gaan we in ieder geval uitpakken bij het eerste Poolse appartementje. Kijken of degene die het verhuurt, of die hopelijk een beetje Engels spreekt. En dan is het gewoon sleutel opzoeken in het Pools. Bedanken. Dat. Ja. Het is, vooral dat. Ja, laat ik zo zeggen. Ik heb al via Airbnb echt letterlijk een hele schatkaart gekregen. Met hoe je er moet komen, waar de code is, wat de code is. Dat is goed nieuws. Ja, dus, dat is op zich. We gaan weer op schattenjacht straks. Oh jee, dat wordt wat. Leuk, Mission Impossible. Mission Impossible, ja. Nou ja, goed. We zijn ongeveer om half tien.
half tien. Oké, okay, nou ja. Hopelijk voor het donker, dat zou ik wel fijn vinden. Dat zou fijn zijn. Want in de donkere polen rijden, dat wil ik nog heel even... Dat snap ik, maar ik heb een goede zaklamp. Ja, dat niet dat het helpt, maar... Lekker tijdens de auto rijden, ja. Zo, nou we zijn er, hè? Lange rit. Zo, dat is het appartementje. En als het goed is zitten we op 3 hoog. Zo, gaan we met het liftje. Op 3. Nou, dan lopen we dus verder. Gaan we toch nog een verdieping hoger. Zo. Nou, wat hebben we hier allemaal? Hier is de woonkamer. En een schattig hertje. Even kijken hoor. Nog flesjes drinken. En hier dan het keukentje. Nou, ziet er goed uit. Lopen een rondje. En dan hebben we ook nog 2 slaapkamers. Ja. Waaronder deze. 2 personen. En we hebben dan nog eentje met een slaapbank en ook nog een bed. We hebben dan ook de douche, die heb ik nog niet gezien. Kijken. Ziet er heel netjes. Zo. Chic de friemel. Ja, ik wou net zeggen, toch? Dat is mooi, dat is mooi. En dan, ja. Ja. Hele grote kast waar we erin kunnen stoppen. Maar ja, we zijn eigenlijk morgenochtend zijn we gewoon weer weg. Ja, het is, echt... het is een heel mooi appartement, maar in principe maar voor 1 nachtje. Ja. Maar het was heel goedkoop, het was echt minder dan 100 euro of zo. Ja, dus, we betalen sowieso maar iets van 50 euro per nacht of zo. Voor, dus bij was, bijna volgens mij was dit zelfs 40 euro per persoon per nacht. Kan je nagaan. Oh, heerlijk. Beter dan hotelletjes, hè? Nou, heerlijk. Voor een hotel. Een hotel zou je niet voor, in deze prijsklasse en met deze luxe eigenlijk vinden. Nee, dat klopt. Ik bedoel, kijk even. Oh, zo, jezus. Nou, dat voelt wel alsof ik op een... Ik neem de woorden die ik heb gezegd terug. Maar je hebt geen bank in een hotel. Geen bank in een hotelkamer. Ja, en, Hessel, ben je nog vergeten? Ik heb iets mee. Oh. We hebben, even kijken hoor... ontvangst. Ja. Als het goed is kunnen we de Teletubbies ontvangen van net 5. Ja, weet je zeker dat het Teletubbies zijn? Ja, denk ik wel. Maar dan kan je dan zo helemaal stellen en dan hebben alle zenders over de hele wereld. Ook die ontvangen. Alle andere kant van de wereld? Dat weet ik nog niet. Ga ik checken. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar dit heb je dus echt niet in een hotel volgens mij hoor, of wel? Geen idee. Oh, kijk. Oh. Wat lampjes ook. Leuk hoor. Nou, je bent heel de avond zoet. Zie ik nou alweer. Ja, nou ja, de dag zit erop. We hebben best wel veel gereisd. Althans, Hessel natuurlijk ook lekker auto gereden. En ja, het was ook best wel een flinke trip. Hè, het was best wel een eentje ook. Vanaf het park gewoon bijna 6 uur. Ja. En daarvoor nog een uur gereden. Dus ja. Dus het is bijna een hele werkdag eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Maar morgen wordt het bijzonder. Morgen gaan we naar Legendia. Het wordt in de middag gewoon klote weer. Dus met onweer en waarschijnlijk gaan de achtbanen dan dicht. En misschien ook de andere attracties. Dus we doen eigenlijk gewoon in de ochtend heel veel. In de middag gaan we waarschijnlijk wel een beetje afronden. Want we hebben ook nog een afspraak ergens hier in de buurt. Ja. En dat wordt wel een beetje, toch wel emotioneel. Dat weet ik wel zeker. Het wordt een brok in de keel. Het wordt even iets historisch. En, ja. Ja, ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden, maar ik verwacht eigenlijk dat ik een beetje dichtklap. Ja, dat denk ik wel. Het wordt bijzonder vooral. Ja, heel bijzonder, ja. Nou ja, in ieder geval, ik hoop dat je volgende keer weer kijkt naar de volgende vakantievlog. En vond je dit nou een leuke video, laat gewoon een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik hoop je snel weer te zien met een leuke reactie onder in de comments. En tot snel weer. Doeg! Doeg!